Het ministerie van Defensie die heeft de workshop Defensie Voorwaarts georganiseerd. Dat heeft er vandaag, vrijdag, plaats gehad in de ballroom van Lalaroek. We spraken met kapitein S. Manising van het Nationaal Leger en hij vertelt veel meer over de workshop. Ik ben de kapitein Manising van het Nationaal Leger en heb als functie hoofddidactisch bureau. De workshop, Defensie Voorwaarts, ja, waarover wordt er vandaag allemaal gesproken? Vandaag gaat het om herstel en herstel en modernisering van het leger. Herstel en modernisering van het leger, waarbij civiel-militaire samenwerking leidend is. Ja. En wat moet hersteld worden? Nou, de verstandhouding met de gemeenschap, dat we dus een grotere rol daar spelen en ons dienstbaar maken naar de gemeenschap toe. Dus een efficiënte dienstverlening naar de gemeenschap toe. Zou je dat kunnen staven met als een voorbeeld? Bijvoorbeeld hulp en ondersteuning verlenen aan mensen die het moeilijk hebben. En als een departement van de overheid een beroep doet op militairen, dat we onherroepelijk daar onze ondersteuning verlenen. Gebeurt dat nu niet? Het gebeurt wel, maar wij willen dus verduurzamen, professioneel erop inspelen met inzichten van ter zake deskundigen. Vandaar deze workshop, want er zijn grote veranderingen in de wereld, significante veranderingen. En wij als Nationaal Leger mogen niet achterblijven. Wat wordt er dus nu wereldwijd toch wel van legers verwacht? Wereldwijd wordt er van legers verwacht dat er een transatlantische samenwerking is. Transatlantische samenwerking. En dat is dus het beste antwoord om geweld, tegen geweld en instabiliteit in de wereld. Dat is het beste antwoord. Ja. Samenwerken, en u heeft het ook gezien. De president is nu bezig met bilaterale betrekkingen met landen. Mondiale samenwerking. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk om antwoord te geven tegen geweld en instabiliteit in de wereld. En u sprak over modernisering. Wat moet gemoderniseerd worden binnen het leger? U weet van, we zijn op dit moment bezig te bezuinigen. Dat is natuurlijk bijzonder, is van eminent belang. Als je dus hoger op wil komen. En om grote sprongen voorwaarts te maken, gaan we eerst moeten bezuinigen. En daarna komen dus die glorieuze tijden waarbij de minister van Defensie zal investeren in onze organisatie. Ja. En het leger bestaat uit zoveel mensen. Wie participeren er precies? Dat zijn de krijgsmachtscommandanten. Dat zijn mensen vanuit het bedrijfsleven. En ik was bijzonder blij om de heer Winston Ramotarsing hier te zien. Dus een aantal mensen, hoe noem je dat, stakeholders binnen de civiele maatschappij zijn ook aanwezig hier. Ja. En wat zal met alles wat naar voren komt, wat zal daarmee gebeuren? Nou, de inzichten worden uitgewisseld en er komen werkgroepen. Aan de hand van hetgeen de werkgroepen presenteren, zal dat meegenomen worden in het beleid van de minister van Defensie. Ja. Gebeurt dit wel eens vaker, dergelijke workshops op het ministerie van Defensie? Onder leiding van deze minister heb ik gemerkt dat het vaker gebeurt. Zij probeert een ieder te betrekken. Dat gebeurt binnen alle lagen van de defensieorganisatie, vanaf manschap tot de hoogste leiding. Want als je die participatiegraad van de mensen verhoogt, dan kun je tot betere resultaten komen. Trouwens, u weet het, de mens staat centraal binnen elke organisatie. En u merkt al dat het werkt binnen het leger zelf? Natuurlijk, manschappen zijn gemotiveerd. U heeft het gemerkt bij de defilé 25 november. Is dat spectaculair geweest, buitengewoon spectaculair. En de reactie van de gemeenschap is hartverwarmend en overweldigend geweest naar Defensie toe. Ja, maar de primaire taak van elke leger is om landsgrenzen te beschermen. Is dat nog steeds primair bij jullie? Natuurlijk, landsgrenzen moeten beschermd worden. Maar natuurlijk weet u ook dat we bijzondere taken hebben. We hebben bijzondere taken. En een van die bijzondere taken is dat, mits het bevoegd gezag daarvoor toestemming verleent, dat we dus gezamenlijk met de politie zullen samenwerken om criminaliteit binnen aanvaardbare proporties te brengen. Ja. En u
bijna de helft van de dag zijn we er al. Tot slot, zegt u dat dit toch wel een succesvolle workshop is? Succesvolle workshop. Het is voor mij is het ongekend succes. Waarom? De gemeenschap kijkt naar zijn leger. De gemeenschap kijkt naar zijn leger en wij moeten dus ieder moment van de dag klaarstaan voor de samenleving indien zij een beroep op ons doen.